sleutel. Ga zitten. Ah, ik ben Even Bouwman, 24 jaar. Woon hier op Dennendal in Den Dolder. Ik ben Jitse de Kroon. Ik ben eigenaar van aansturen rijopleidingen. Maak mogen we hier even? 80. Waar kan je dat zien? Op de hectometer paaltjes. Bij ons. Instructeurs van aansturen en rijopleidingen zijn we niet bezig met kijken wat ons kunstje is en of we dat kunnen overbrengen naar de anderen. Maar wij kijken wat de leerling kan en hoe die het beste begrijpt. Ik heb toch een spectrum in het autisme. Ja, dan is het lastig om met spanningen om te gaan en dat soort dingen. En toen zijn we eigenlijk bij aansturen rijopleidingen terechtgekomen. We naderen zo een rotonde even. Ja. En dan is het de bedoeling dat je ongeveer teruggaat naar de 25 km per uur. Oké. En dat moet je dan doen voor de rotonde. Ja. Ietsjes minder enthousiast even. Ja. We hebben zeker wel een aantal voorbeelden gehad dat het wel even een stressperiodetje was van oh, man, dat lukt niet. En ja, laat het dan ook achter je en kijk gewoon vooruit. En niemand rijdt perfect. En als je een fout maakt, probeer het gewoon meteen op te lossen. Dan is het eigenlijk altijd en komt het wel goed. Evert, We kwamen net aanrijden bij een rotonde. Jij reed er plus minus 30 km per uur. Tijd, dus. En inderdaad. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Ik kan de berm inschieten of eraf. Ja. Als je die route neemt, is dat een goede route? Voor een grasmaaier wel, maar. Oké, zijn we op grasmaaien? Nee. Wat wij doen met anders lerenden is zorgen dat ze zich op hun gemak voelen in de lessituatie. En dan niet alleen maar hameren op fouten, maar een fout benoemen als een leermoment. In die half jaar tijd hebben we nooit een conflict gehad of zo. Ook al ging er iets verkeerd, dan ja, niks, geen discussies. Wel discussies, maar gewoon met kalmte en duidelijkheid. En dat zijn een van de twee dingen die ontzettend belangrijk zijn, denk ik, voor autisme. Wat betreft duidelijkheid dan. Zeker als je een stoornis in het spectrum van autisme hebt, denk ik niet dat je het moet proberen bij een gewone rijschool. Want het kan heel veel stress opleveren. En dan denk ik dat je bij aansturen rijopleidingen echt bij het juiste adres bent. Je zou ons kunnen bellen op telefoonnummer 030-75-123-60. Of je zou via de website informatie kunnen aanvragen. En dan nemen wij contact met jullie op. Tadaa. Dat is hem. Mijn rijbewijs. En mijn auto. Tadaa. Dat is hem. Mijn rijbewijs. En mijn auto. Wat kan ik erop zeggen?